Ja. Trek je neer? Dit is voor het Noordjournaal, jongen.
Krijg jou er niet op? Nee, want jij hebt omdraaien. Ja, nou wel. Je vult het hele beeld. Nee, je zit voor de mensen. Hey. Welkom allemaal nogmaals, welkom burgemeester Mies Spruit en welkom Paralympiër Daniel Kent. Ongeveer een jaar geleden is het idee opgevat om de reuzenvoorziening van stal te halen. We zijn begonnen met grote stappen, grote lijnen, details en steeds meer en steeds meer. En we vinden het hartstikke leuk als Lions Club Oude Duinen dat er zoveel mensen zijn die dit project met ons allemaal willen gaan doen. Onze grootste dank gaat uit naar de stichting Bloemenboos in Ierse. Zonder die zullen wij nooit hadden gered. Uiteraard zijn er nog heel veel andere bedrijven die ook hebben meegeholpen. Daar zal ik morgen bij nog iets meer over vertellen. Maar we willen nu gaan beginnen met steden. En daarvoor zijn speciaal hier aan de Daniel Knecht en burgemeester Lies Spruit. De Lions Club Oude Duinen heeft als zeg maar, taak om geld te verzamelen voor de goede doelen. En als Lions Club Oude Duinen proberen wij altijd dat lokaal te regelen. En het idee is opgevat om bij de hoofdvereniging regio Leiden te sponsoren. Ja. In de loop van de tijd hebben wij ons verdiend over hoe het is om lid te zijn. En dat is voor veel van ons, hier, voor mijzelf, is daar een wereld open gegaan. De opties zijn open, dat is het mooie. En het is leuk om iemand die het uit eigen ervaring weet en heeft moeten beleven, om die dan te laten vertellen hoe het is gegaan. Daarom is het leuk dat je hier bent. Ik zou het leuk vinden als je iets vertelt over hoe het gekomen is, hoe het komt dat je lid bent geworden. En hoe je het beleeft en wat je nu
Dat was een mooie term, doe haar eigenlijk. Voordat ik boog ga geven, even een kleine situatie die we in het buiten hebben meegemaakt. Twee vrienden komen elkaar tegen, proberen elkaar een hand te geven. En ja, die zien elkaar zo niet. Dus het is even een draai in de lucht. En het is voor iemand die in het buitenland staat te kijken, is dat redelijk komisch om te zien. Maar ik kan me voorstellen dat het toch wel niet meer is. Daarom leg ik even uit die handen. Goedemiddag, mijn naam is Daniel Knecht. Ik moet dat zelf vertellen. Ik ben een aantal jaar geleden als beroepsmilitair doorgegaan naar het ongeluk. Daar ben ik lid geworden. Ik heb in het buitenland een stomme hoofd gehad. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik überhaupt kan navertellen. Heel veel operaties en hele gebeuren. En dan word je wakker in het ziekenhuis en dan geef je aan slangen en allerlei pompen en machines. En dan ben ik een week in de veronderstelling geweest dat ik in verband zat. Nou, dat was het blijkbaar niet zo, want na een week vertelde mijn moeder dat ik het ongeluk overleefd had, maar dat ik lid zou zijn. Nou, dan staat je in ieder geval uit stil, zeg maar. Optimist als ik ben, eerst wat ik zei is, nu krijg ik wel een hond. Kijk, ik heb hem nu niet bij, maar ik heb hem wel. Dat was voor mij was het toen heel kenmerkend, want het enige wat ik van Linders gezien is, is dat ze een hond hadden. Ik had graag een hond, dus ik denk, nou, 1 plus 1 is 2. Dus die hond is gekomen. Maar het is wel een heel verhaal geweest om weer terug te komen waar ik vandaan kwam, zeg maar. Want je bent jong en ongemakkelijk en ik kon letterlijk de hele wereld aan als dienstsoldaat. En dan moet je ineens alles opnieuw leren. Maar ook, net werd het genoemd van de handgeven. Maar zoiets is schoolkijken en je hebt geen idee wat aan het is. Want iets heel simpels, dat gaat niet meer. Dus ja, er zijn al de oplossingen voor, spreken horloges, tegenwoordig hele geavanceerde iPhones. Maar het zijn wel dingen waar je ineens in de wereld voor je ogen gaat. Voor mij is sport mijn hele leven al mooi gedaan. En daar ben ik verder in gegaan. Ja, en ik heb daar gewoon een paar Olympische doelen in gesteld. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met mijn maat Koen. Ja, wij gaan voor Tokio 2020 in de triathlon. Dus we doen niet alleen fietsen, we beginnen met zwemmen, nog een stukje fietsen. En omdat we niet moe genoeg zijn, gaan we gewoon een stuk hardlopen richting de finish. En dat is een beetje wat we doen. Dus ja, voor mij is sport iets wat ook verbindt. Ik heb gemerkt toen ik net lid was, buiten alle praktische problemen, is ook dat mensen je, hoe zeg je dat, toch benaderen alsof je, hoe zeg ik dat netjes, alsof je gewoon compleet niet meer sport. En dat is wel iets wat pijn doet. En ook voor de mensen om je heen. Het is een beetje een standaard cliché voor mensen in een rolstoel, dat mensen dan aan degene die achter de rolstoel loopt gaan vragen hoe gaat het met die. Ja, dat is hartstikke leuk, maar als je 10 keer op een dag meemaakt, is dat op een gegeven moment weer een keer klaar mee. Ja, en voor mij was het gewoon een doel om, door middel van sport, ik gewoon dat ik weer een toegang had tot de maatschappij. Zo ben ik nog fanatieker met sporten geworden. En, afgelopen jaar ben ik in Alphen aan de Rijn gekozen tot sportman van het jaar. En niet tot Paralympiër of weet ik veel wat, maar echt gewoon regulier sportman. En dat vond ik wel een enorme waardering. Dat je gewoon ondanks de beperking toch gewoon mee kan doen. Want Daniel, daarnaast ben ik blind en niet andersom, zeg maar. Nou, dan even over het fietsen. Wij fietsen de er staat hier eentje, hartstikke gegaan ding. Gaat super snel. Ja, doe niet alleen, doe samen naar Koen. En misschien wel vertellen waarom je dat doet. Want ja, ik mag niet. Ze laten mij alleen maar steeds niet fietsen, niet mijn auto rijden. Probeer het telkens, maar het gaat niet helemaal goed. Dus samen op de fiets gaat wel. En we gaan nu niet alleen, we doen het samen. Dat is wel iets heel moois. En misschien wil Koen wel vertellen waarom je dat ook in tandem kiest. In plaats van zelf een rondje te gaan fietsen.
Dus deze applausje voor mijn maat doen en dan gaan we verder. Nou, Daan, dankjewel. Je zet me weer lekker voor het blok hier. Ik ben dus Koen de Leeuw en ik ben ik denk nu anderhalf jaar guide van Daniel. We doen veel samen, niet alleen het sporten, maar ook alles ernaast eigenlijk. Dus sponsordingetjes, nou ja, dit soort dingetjes dan. En daar leer je heel veel van. Ik denk dat mijn leven er zou uitgezien als ik het niet had gedaan. Ik reis met Daan samen de hele wereld over om wedstrijden te doen ook. En dat is gewoon enorm gaaf. En ja, waarom heb ik ervoor gekozen? Triathlon is toch best wel een hele sport. En je doet het eigenlijk alleen. En met Daan is het eigenlijk meer een soort teamsport voor mij geworden. En daar bedoel ik mee dat als we een tegenvallende prestatie leveren, dat we dan wat aan elkaar hebben. Ja, dat vooral. Daan krijgt een schuld. Altijd. En als het keer niet zo goed met een van ons gaat, dan zijn we er ook voor elkaar. En dat vind ik wel mooi aan samen sportbedrijven. En ik hoop dat ik dat de komende jaren nog met Daan ga doen. Tot aan Tokio ben ik er sowieso bij. En dat is ons grote doel en daar hebben we wel zin in. Dank jullie wel. Goed, wil ik Daniel en de burgemeester vragen samen met de voorzitter van de Stichting Blue Music, de officiële eerste, samen met Puri. Wat is nou de officiële eerste zegen? Haal ze eruit hier. Nee, ik heb geen idee. Ik mag thuis met een voor de buurt komen. Ja, sorry. Dan wordt het allemaal. Hey. Zal ik vannacht komen helpen, jongen? Ja. We zijn volgende week klaar. Ja, steek hem er maar in. Juist hem. Goed. En zo doen we de 225.000. Monnikenwerk, hè?
maar zo doen. Ik stond te trillen. Hoe was van jij de regenboog? Gaat de doek ervoor. Niet, hè, want dat ziet er weg. Thank you.
Ja. Dames en heren, vrijwilligers, leden van de Lions Club Oude Duinen. Goedemorgen burgemeester, goedemorgen voorzitter van de oogvereniging die naast mij staat, heel herkenbaar. Sponsoren en alle overige belangstellenden. Hartstikke leuk dat jullie hier aanwezig zijn. Wij zijn reuze en reuze trots dat wij dit voor u mogen presenteren. Even in het kort mijn toespraakje. Ik zal u in het kort vertellen wat de Lions inhoudt, wat wij doen. Hoe wij tot het idee gekomen zijn om dit gigantische bouwwerk neer te zetten. Ik zal u iets vertellen over het goede doel. Nou, dat is denk ik duidelijk, staat naast me. Ik zal u iets vertellen over de uitvoering. Het heeft heel veel voet in de aarde gehad. Heel veel zweet, tranen, transpiratie en inspiratie. En tot slot. Bij de uitvoering is ook mijn plek om een aantal mensen te bedanken. Dat zal ik dan ook uitdrukkelijk doen. En dan geef ik de microfoon aan de voorzitter van de oogvereniging, die zal u ook iets gaan vertellen. En tot slot geef ik de microfoon aan de burgemeester, die op vrijdag de 13e haar uitermate beste zal doen om dit mozaïek te openen. Lions Club Oude Duinen. Wat is een Lions Club? Een Lions Club is een serviceclub. Dat is een groep mensen die elkaar gevonden heeft in de bedoeling die mensen die het wat minder hebben of die een steuntje kunnen gebruiken in de maatschappij te ondersteunen. Lions Club Oude Duinen is een onderdeel van Lions Club International, een van de grootste vrijwilligersverenigingen van de hele wereld. En Lions Club International heeft als thema Fight for Sight. Oftewel, die mensen in de wereld die slechtziend zijn, om die te helpen. Zodoende. Elk jaar proberen wij een aantal goede doelen te steunen met leuke, attractieve en leuke activiteiten. En dit jaar, 2018, hebben wij gemeend om het wat groter te moeten aanpakken. Hoe zijn wij gekomen tot deze reuzenmuziek? Het plaatje Escher en het goede doel. Nou, de Bollenstreek heeft als traditie mozaïeken maken. En in het jaar 2018, Europees Cultureel Jaar, meenden wij een traditie die al lang tijd geleden is opgestart, weer nieuw leven te moeten inblazen. Het maken van een reuzenmuziek. De echte listeners weten, we hebben vroeger de nachtwacht gehad, we hebben de anatomische les gehad en we hebben nog een aantal grote mozaïeken in deze streek gehad. Het was weer een tijdje geleden, dus we dachten, nou leuk om dat weer eens op te pakken. Zoals ik al zei, 2018 is het Europees jaar van het cultureel erfgoed. Leeuwarden is cultureel hoofdstad van Europa. En in Leeuwarden is ook een grote Escher tentoonstelling. Nou, Fight for Sight, combineren met Escher. U weet, Escher maakt afbeeldingen die visueel gewoon heel complex in elkaar zitten. Dus dat leek ons een leuke combinatie om dan te kiezen voor Escher. Lions Club Oude Duinen heeft als doel met name diegenen die bij ons in de Bollenstreek zitten, om die te steunen. Dus wij proberen het met name lokaal, regionaal proberen we te doen. En zodoende zijn we in contact gekomen met de oogvereniging Regio Leiden. En we hebben uitvoerige gesprekken met hun gehad en ook gevraagd wat hun behoeftes waren, met name in deze regio. Voor kunnen zetten, zouden we willen zetten. En dan namens iedereen het applaus in ontvangst willen nemen. Fantastisch. Nogmaals, iedereen heeft vreselijk hard meegeholpen. Deze mensen zijn de trekker geweest. En nou, hartelijk applaus. Voordat we gaan openen, wil ik nog eerst de voorzitter van de oogvereniging de microfoon geven, zodat hij namens de oogvereniging het een en ander kan zeggen. Je krijgt zo de microfoon. En dan tot slot krijgt de burgemeester de microfoon en mag zijn de officiële opening richten. Ik loop nu naar je toe. Goedemorgen. Mijn naam is Rick Wouters, ik ben voorzitter van de oogvereniging Regio Leiden en Omstreken. Dus het is niet enkel Leiden, maar ook de Omstreken, waaronder jullie listeners. Hoe heet dat? Mensen die listenen? Ik vind het eigenlijk wel spannend, want ik kan jullie allemaal niet zien. Kunnen jullie wat lawaai maken? Oh, wat heel leuk! Ik ben echt
zeker verrast. En nou ja, ik ben altijd heel enthousiast, zelf al zie je niks. En dat proberen wij ook uit te stralen naar onze leden, mensen die niet zo goed kunnen zien. In Nederland zijn er ongeveer 350.000 mensen die slechtziend zijn of blind zijn. Dus blinden zijn er niet zoveel, maar er zijn heel wat mensen die toch, ja, als je de krant leest, dat ze enkel de koppen kunnen lezen, maar niet de kleine tekst. Mensen die niet meer auto kunnen rijden, mensen die heel wat dingen niet meer kunnen laten. En als oogvereniging willen we ons vooral inzetten voor de welzijnskant van de mensen. Weet je, ervoor zorgen van, al kan je niks zien. Ja, er zijn altijd wel oplossingen. Weet je, net zoals het tandemfietsen, het sporten. Zoek een maatje, zoek iemand die kan meehelpen met jou. En dat is eigenlijk ons doel als oogvereniging. Ik wil mijn praatje niet te lang houden, maar ik wil in eerste instantie de Lions Club van harte bedanken dat ze ons hebben gekozen als goede doel. Ik zou ook even zeggen, een groot applaus voor de Lions Club om dat toch te doen. En ik was... Een week geleden was ik ook bij Salvatori, er is een buurtcentrum hier ook in Lisse, en dan zie ik van wat een leuke gemeente is dat hier toch. Weet je, al die mensen die zo enthousiast zijn. Gisteren ook al in die grote loods, daar was een man die was al 56 jaar bezig met die bloemetjes aan het prikken. Dus ik dacht van, is hij al zo lang daarmee bezig, maar dat was volgens mij enkel één keer per jaar. Maar ik vind het wel een fantastische gemeente, waar het de burgemeester toch wel trots mag zijn voor alle inwoners hier van Lisse. Nou ja, ik wens iedereen veel succes vandaag. Ik hoop dat we heel veel geld kunnen binnenhalen om mensen vooral op de tandem te krijgen, actief te laten sporten, want sport is toch heel belangrijk. Ik ben zelf begonnen 3 jaar geleden met hardlopen, running blind. Je zou denken van je bent gek, weet je, als je niks ziet, toch maar hardlopen. Maar als je dat samen met goedziende kan doen in een inclusieve maatschappij, dan doet het wel iets met jou. Dus je gaat er niet beter van zien, maar je voelt je wel een stuk beter in de maatschappij om toch actief aan je conditie te kunnen werken. Dus dat is ook een beetje ons doel. Lekker bij conditie werken, lekker bezig zijn. Ik wens jullie allemaal te bedanken. Ik zal nu de microfoon aan de burgemeester geven. Tot slot wil ik u nog even verwijzen naar onze website. Kijk op Reuzenmozaïek Lisse en dan vindt u onze website. Zou u nog willen doneren, dan kan dat via de website. Uiteraard kunt u ook op de marktkraampjes hierachter nog wat aandenken kopen. Daarmee helpt u ook de oogvereniging. Burgemeester. Goedemorgen allemaal. Nou, ik hoef dus niet meer te zeggen hoe trots we hier zijn, want dat heeft u al gedaan. Het was gisteren in de hal en gisteravond laat en vanmorgen vroeg, toen ze hier bezig waren om hem op te stellen, al heel bijzonder om iedereen zo tevreden te zien. Het is toch een hele onderneming om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Allemaal goed gelukt. Alleen, toen we gisteren aan het steken waren, hebben we eigenlijk allemaal niet gezien hoe het totaal er nu uitziet. En er waren vanmorgen een paar mensen bevoorrecht om dat te kunnen zien. Vannacht ook, want het was donker, dus dan kun je het nog niet helemaal goed zien. Fantastische traditie in Lisse dat we dat op deze manier zo doen. Ik weet niet of een reuzenmozaïek ieder jaar nu weer in het vizier is. Maar wel fantastisch om dat als burgemeester van Lisse te kunnen meemaken. Dat ik er nu in mag onthullen. Zal ik het maar doen? Let op de vijfde. Dank u wel voor uw komst. Ook vanmiddag is er nog een bijeenkomst om 16:30, met name voor de sponsoren en andere genoten. Ik dank u wel voor uw komst. Thank you.
Goedemiddag dames en heren. Ik sta in het donker, maar dat maakt voor sommige mensen toch niet uit. Dus ik wil graag u van harte welkom heten. Leden van de Lions Club, vrijwilligers, burgemeester, Paralympisch sporter Daniel Knecht, voorzitter van de overeenvereniging Rick Wouters. Gelukkig allemaal nog op tijd gekomen, ondanks de enorme file op de A44. Mijn naam is Sjors Hooghamer, president van de Lions Club Oude Duinen voor dit mooie jaar. Ik wil u iets vertellen over onze club, wat we doen, waarom we het doen. Ik wil u even meenemen naar het ontstaan van het idee om de reuzenmozaïek in elkaar te zetten. Ik wil u een klein beetje meenemen over de uitvoering, maar ik denk dat de meesten, zeker die de vrijwilligers zijn die gisterenmiddag hebben gestoken, nog veel beter weten hoe het in elkaar zit als dat ik het weet. Maar toch wil ik u een klein beetje meenemen. En uiteraard wil ik u iets gaan vertellen over het goede doel waarvoor wij dit doen. En daarbij wil ik ook de microfoon dan geven aan de twee heren die hier vlak voor mij staan. Want zij kunnen uit ervaring vertellen hoe dat is. Lions Club Oude Duinen, wij zijn een zogenaamde service club, zoals dat zo mooi heet. Een groepje mensen die bij elkaar zitten en proberen hun positie te gebruiken om degenen die in de maatschappij zijn en die het wat minder goed hebben of die een steuntje in de rug nodig hebben, om die te helpen. Dat doen we op allerlei manieren en een van de manieren is gewoon fundraising. En daarom hebben wij ook dit evenement georganiseerd. Hoe zijn we nou op het idee gekomen om een reuzenmozaïek in elkaar te zetten? 2018 is het Europees Jaar van het Cultuur. En Leeuwarden is daarbij de hoofdstad. Uiteraard gaan dit soort dingen natuurlijk al praten met elkaar en komen op ideeën. 2018 is het Europees cultureel jaar, waarbij Leeuwarden dan de hoofdstad is van het culturele jaar. Ook in Leeuwarden is een grote tentoonstelling van Escher. Wat ik nog vergeten ben te melden is dat Lions wereldwijd met name zich inspant voor de slechtzienden in de wereld. De fight for sight, zoals dat zo mooi noemt. Nou, we hebben dat geprobeerd samen te vatten en samen te kneden. En we hebben gezegd van nou, die combinatie, Escher, in combinatie met het culturele jaar 2018, in combinatie met de hulp voor slechtzienden. Nou, dan pakken we de oogvereniging regio Leiden als het goede doel. Nou, we zijn in contact getreden. We hebben gevraagd van, joh, waar zit de behoefte? En de behoefte zat met name ook in een stukje binding onderling, een binding met de maatschappij. En een mooiere binding dan sport kan er niet zijn. Nou, ik heb vanochtend meer verteld tijdens de onthulling. Dat ga ik nu niet doen, anders veeg ik de vloer met het verhaal van deze heren bij elkaar. Het idee is ontstaan en dan begint de uitvoering. Nou, een jaar geleden zijn we ongeveer begonnen. We zijn begonnen met een grote stappenplan op een A4'tje. Dat is uitgegroeid tot enorme hoeveelheid details. Van de voet van de mozaïek waar de plantjes moeten groeien, tot de staanders, tot de balken die erop liggen, tot de hijskranen, tot iedereen die moet steken. Nou, ik heb gisteravond mee mogen steken. Het is een monnikenklus. Het is echt een monnikenklus. Dus top dat het allemaal gebeurt, tot aan degene die om 1 uur 's nachts nog in een mandje voor die mozaïek hangen om de laatste bloemetjes weg te steken. Ik heb dat overigens met veel plezier zitten bekijken, maar het was een ongelofelijke klus. En dat hebben we met z'n allen toch maar mooi voor elkaar gekregen. Applaus echt werkelijk voor iedereen. Ik wil een paar namen noemen. De Stichting Bloemenmozaïek uiteraard, die al de kennis en ervaring heeft ingebracht. Inclusief al die vrijwilligers heeft geleerd hoe ze moeten steken. Ik praat met name over ons, niet over jullie leden uiteraard. De oogvereniging heeft meegeholpen. Museum Zwarte Tulp uiteraard voor het ontvangst hier aanwezig. En uiteraard alle vrijwilligers. En niet te vergeten de sponsoren. Want zonder hun steun was ook dit niet gelukt. Ik heb heel bewust wat minder verteld over de oogvereniging, omdat de beide heren hier staan. Ik geef eerst het woord aan Rick Wouters. En hij heeft mij beloofd het kort te houden om vervolgens de microfoon te kunnen geven aan Daniel Knecht. Alsjeblieft. Goedenavond. Ik vind het altijd wel spannend. Wie is er allemaal vandaag? Kunnen jullie wat lawaai maken? Ja!
Zo, weer een grote opkomst als deze ochtend. Nou ja, ik ben voorzitter van de Oogvereniging Leiden en Omstreken. Ik probeer het heel kort te maken. In Nederland zijn er 2% van de bevolking blind of slechtziend. Dat is eigenlijk een ziekte of een oogaandoening waar je niet voor kiest. Het komt op je pad en dan moet je weer verder. Je gaat slecht zien. Ik zelf zie nog iets van 3%. Dat zie je niet aan mij, behalve mijn stok. Dan denk je van, hé, wat doet hij daar? Maar toch willen wij als oogvereniging zoveel mogelijk mensen actief krijgen. Weet je, als je blind wordt of slechtziend wordt, dan kom je thuis te zitten. Maar dan willen we toch zeggen van, jongens, weet je, pak even. Ja, je moet tezamen om weer aan de slag te komen. Weet je, gebruik je iPhone, ga fietsen, ga sporten. En toen de Lions Club bij mij kwam om te zeggen van, ja, jullie zijn het goede doel, dan dacht ik van, oh help, ja, nu moeten we wel even nadenken over een zeer nuttig project. En het project die we toen hadden was van, er wordt al gefietst hier in de Bollestreek bij de Stichting Tandem Vereniging Activiteiten Gehandicapten. Dan dachten wij van, hey, die mensen kunnen echt nog wat hulp van ons gebruiken, nieuwe tandems. We zitten ook na te denken over een sportdag. Toen denken we van, hey, dit geld hebben we wel nodig. Er is altijd geld te vinden, maar als er iemand kan helpen om het geld, ja, te verzamelen, dan vinden wij dat als vereniging altijd wel goed. We hebben wel de know-how van, weet je, waar zitten onze blinden wel? Maar vaak moet je toch ook nog wel even je project uitrollen om het te doen. Als regio Leiden en Omstreken zijn we een heel actieve vereniging. En dan vinden we het ook fantastisch om, ja, met het geld die we collecteren, er echt iets goeds voor te doen om echt mensen actief te krijgen. Ik hou mijn praatje kort. Blind zijn of blind worden is echt topsport. Al ben je 50 of 20 of 80, het blijft topsport. Heel veel discipline, heel veel concentreren, heel veel kennis opdoen over alle mogelijkheden van hoe kan je verder blijven leven als een persoon met een visuele beperking. Ik geef even aan het woord aan een echte topsporter, een echte blinde topsporter, Daniel Knecht. Hij is even nog samen met mij gerevalideerd in 2006. En nou ja, ik moet zeggen, hij heeft heel wat bereikt. Ik geef even, geef even een applaus aan Daniel. Hij is papa triathlon atleet, of hoe heet dat ook zo? Ja. En nou ja, hij is de zesde in de wereld op dit moment. Hij heeft even een kleine speech. Nou, goedemiddag, Daniel Knecht. Nou ja, het gras was aardig voor mijn voeten weggemaaid. Blind zijn dus topsport. Ik moet zo vaak mogelijk de oogvereniging, dus dat is de eerste keer, de tweede keer oogvereniging, derde keer oogvereniging. €60 daar. Nee, dat is onzin, maar dat blind zijn topsport is, ja, daar kan ik wel over meepraten. Ik heb geen ziekte, ik heb een ongeluk gehad. Ik was militair, jong en onafhankelijk. En uitgezonden in Irak enzovoort. En dan gebeurt je een ongeluk tijdens een trainingsmissie. En dan word je blind. Of tenminste, ik werd wakker in het ziekenhuis met allerlei slangen en machines om me heen. En je kent het, denk ik, het plaatje van voor je zien. En na een week kwam er zo'n, hoe zeg je dat, bepaalde sfeer. Ik had 3 weken in coma gelegen, dus zwaar onder morfine en de hele bende. En mijn ouders waren er, en mijn vriendin, en mijn zus. En ik denk, ja, zo meteen komt de oogarts. Die zou komen, en dan gaat het verband van mijn hoofd. En dan, gaan er weer dingen gebeuren. Nou, toen zei mijn moeder van, ja, voel eens goed. Er zit helemaal geen verband om je rechteroog niet. Links wel, maar ze zegt, ja, je hebt je ongeluk overleefd. Maar je bent blind. Ja, en dan, wat eerste wat ik zei is, heb ik nog een toekomst? En de tweede was, en nu krijg ik een hond. Nou, die heb ik nu. Maar dat is ook iets heel typisch, want op dat moment, het enige wat ik kon bedenken bij een blind of slechtziende, was dat ze een hond hebben. En verder, ja, ging mijn wereld ook niet. En dan wat Rick al zei, ja, top, het is topsport om blind te zijn. Want hele simpele dingen, zoals even op de klok kijken, ja, dat is er gewoon niet meer bij. Dus je moet er allemaal handige tools, tegenwoordig met iPhones is er heel veel mogelijk. Om niet je dag- en nachtritme, want opeens zat ik om 3 uur 's nachts piano te spelen. En 3 uur 's nachts niet zo'n goed idee, en piano spelen in mijn geval is ook geen goed idee. Maar er zijn wel dingen om te zeggen van, ja, zo, weet je een beetje hoe het leven ineens 360 graden gedraaid wordt. Nou, voor mij, ik ben altijd heel actief geweest, mijn hele leven al in dienst. Vroeger heel fanatieke ijshockey gedaan, vechtsporten. Dus dat sporten, dat ging voor mij alweer snel, werd van, ja. Wat normaal een uitlaatklep is, werd nu gewoon pure noodzaak om weer aan te sterken.
Maar ook die fysieke, maar ook vooral die mentale uitlaatklep. Want er gebeurt nogal wat met je als je net blind geworden bent. En nou, daar ben ik in doorgegaan, maar ik heb ook gewoon gemerkt dat sport verbindt. En daarom ben ik ook blij dat de oogvereniging zich inzet. Die doen vooral de breedte sport, dus het is gewoon met elkaar lekker bewegen. Dat is ook niet alleen gezellig, maar ook gewoon gezond. En daarnaast brengt dat hele sporten je steeds dichter bij de maatschappij. Het helpt mij een beetje participeren. Ik ben vorig jaar uitgeroepen tot sportman van de gemeente Alphen aan den Rijn. Nou, dat is een redelijk grote gemeente geworden ondertussen. Maar niet alleen dat ik gewoon als regulier sporter word gezien. En niet als parasporter of hoe zeg het maar. Ik participeer binnen de gewone sportvereniging en dat gaat ook heel erg goed. En dat is ook gewoon mogelijk, ondanks mijn beperking. Want ja, ik zeg al een beetje zo, ik ben Daniel en ik ben blind en niet andersom. Ja, zo probeer ik door middel van het sporten steeds dingen te bereiken. Zelf heb ik een Paralympische ambitie, dat is Tokio 2020. Dat doe ik niet alleen maar samen met mijn vaste guide Koen de Leeuw, die is er vandaag niet bij, want die heeft studieverplichtingen. Ja, wat wij doen is paratriathlon. Nou, wat houdt dat in? We beginnen met een stukje zwemmen, dan denken we gaan nog even een stukje fietsen. En uiteindelijk rennen we naar de finish toe. En dat in een moordend tempo. Maar dat is wel iets heel moois, dat je ziet dat het, ondanks, kijk, ik ben de parasporter, zeg maar. Maar hij, Koen, is mijn guide en ja, de Engelse vertaling van guide is natuurlijk gewoon begeleider of gids. En, maar echt, het is echt topsport samen, dus echt ja, blind vertrouwen in puur zang, zeg maar. Nou, verder, wat de oogvereniging voor mij heeft betekend, is dat ik in het begin gewoon ja, weer heb leren blind zijn, maar ook de mensen om me heen, zeg maar, noem het doelgroep, lotgenotencontact. Ja, dat was voor mij wel een eye-opener om maar even in de vaktermen te blijven. Ik weet ook niet waar ik vandaan hoor. Nou ja, goed. Ik kan een heel lang verhaal, want ik vind het allemaal hartstikke gezellig. Ik denk dat we gewoon even met elkaar moeten praten. Ik sta ook voor mijn eigen parochie hier te spreken, want de topsport is iets wat ik doe en niet alleen kan doen. Een heel team om me heen. En ik hoop ook gewoon dat misschien een van de sponsoren van de Lions privé eens even een gesprekje aan willen. Ja. Dus dit is wel even een oproep te zijn, zeg maar. Hey, bedankt. Daniel en Rick, hartstikke dank voor jullie komst. En uiteraard mag je praten over je eigen parochie, want het is ook een prachtige parochie. Dus dankjewel. Tot slot nog het volgende. Wij hebben een website en mocht je nog niet voldoende gesponsord hebben, ook daar kan je nog op sponsoren. Zaterdag en zondag staan er nog kraampjes buiten. Ook daar worden nog dingetjes verkocht waarvan de opbrengst gaat naar de oogvereniging. Dus als je al wat heeft gekocht, prima, uitstekend. Maar geef het ook vooral dan door aan uw vrienden en familie. Ik dank u wel voor uw komst. Ik dank u uiteraard voor uw medewerking. Ik dank u voor, voor het steken, voor het opbouwen van de gehele mozaïek. En ik wens u nog een plezierige avond. Dank u wel.